Hallelujah. 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 Gaan de Heer aanbidden. Halleluja. Er is geen betere gebed dan je eigen gebed. Dus begin de Heer te aanbidden deze ochtend. We gaan weer een nieuwe week bidden. Je hebt hem heel veel te danken. On the road, I is.
geweldig, geweldig, geweldig. U mag gaan zitten. Ik ben in your place. Halleluja. Welkom broeders en zusters in het huis van de Heer. Welkom brothers and sisters in the house of the Lord. This morning I am the one that may bring the word of the Lord. En ik wil onze pastor hartelijk danken daarvoor. And I would like to thank our pastor therefore. Het is een groot voorrecht. Because it's a great privilege. Om hier te kunnen staan. To stand here. En het woord van God te delen. And to share the word of the Lord with you. Een grote verantwoordelijkheid. It's a big responsibility. Amen. Amen. Laten we bidden. Let us pray. Vader, we willen u uitnodigen in ons midden, Heer. Heer, meer dan in de praise and worship, Heer. We willen vragen, Vader, of we aanwezig wilt zijn, Heer, om onze harten te raken. Om onze gedachten te vernieuwen. Om met ons te zijn, Heer. Wanneer het woord van u gesproken wordt, Heer. Heer, dat het ons veranderen zal. Wilt u kracht geven aan uw woord, Heer, dat ik spreek? Dat het zal doen wat u wilt, Vader. Halleluja. En dat het niet leeg terug zal keren. Maar dat het iets zal doen voor ieder die hier aanwezig is. Halleluja. In Jezus' naam. Amen. De titel van het woord dat ik, waar ik over spreken wil... Dat is hoe kun je groeien in de plaatselijke gemeente. The topic of today is how can you grow in the local church. En de plaatselijke gemeente, dat is de kerk, dat zijn wij. And the local church, that is the church, and we are representing the church. En ik wil beginnen met een paar teksten te lezen uit het woord van God. And I would like to share some Bible verses with you from the Word of God. En laten we gaan naar Marcus 4. Let us go to Mark chapter 4. Marcus 4, vers 1 tot 8. Gaan we lezen. Mark chapter 4, verse 1 to 8. En hij begon weer onderwijs te geven bij de zee. Dat is Jezus. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten, op zee. En heel de menigte was op het land, aan de zee. En hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen en zei in zijn onderricht tegen hen, luister. Zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel. En de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het kwam op en groeide en het ene droeg 30, het andere 60 en het andere 100-voudig. En hij zei tegen hen, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Amen. Het tweede stukje dat ik wil lezen, dat staat in Psalm 92. And the second part that I would like to share is in Psalm chapter 92. Vanaf vers 13. And from verse 13. Dat gaat ook over groeien. And that one is also about growth. It goes about growth. Dat gaat over de rechtvaardigen. Dat zijn wij toch, hè? And it's about the just, and we are the just. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom.
Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Halleluja. Het is Gods wil voor ons dat wij gaan groeien. It is God's will for us to grow. Dat we gaan groeien, dat we gaan bloeien. That we grow and flourish. En dat we gaan vrucht dragen. And that we bear fruits. Alles wat God geschapen heeft, dat leeft op die manier. Everything God has created is how this is built. Het groeit, het bloeit en het geeft vrucht. It grows, it flourishes and it brings fruit. Kijk maar naar de bomen, de struiken, de planten. If you look at the trees, and the plants. Het groeit, het bloeit en het geeft vrucht. It grows, it flourishes and it bears fruit. Je ziet het ook bij de dieren. And that's how it is also with animals. Het groeit, het bloeit en het geeft vrucht. It grows. It becomes big and bear children. En met de mensen is het ook precies hetzelfde. And that's how it is also with human beings. We hoeven er eigenlijk niet veel voor te doen. We don't need to do very much for that. Want het is een natuurlijk proces. Because it's a natural process. Dat onze schepper zo heeft ingesteld. That our creator created that way. Maar er zijn wel een paar voorwaarden. But there are conditions die nodig zijn om te kunnen groeien, bloeien en vruchten. That are needed for it to be able to grow, flourish and to bring forth fruit. Denk bijvoorbeeld aan water. Think about water. Aan voeding. On nutrition. Aan zuurstof. On oxygen. Zonder zuurstof is er geen leven mogelijk. Without oxygen there is no life possible. En het mooie is, God heeft het zo geschapen. Dat de bomen en de struiken die ons zuurstof geven. And the beauty of it is that God created these things, the trees and the bushes, they are created in this way that. Dat zij de koolzuur gebruiken daarvoor. That they will use the dioxide. Die wij uitademen. Carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon. Zonder CO2 is er geen leven mogelijk. Without CO2, there's no life possible. Maar ook niet zonder zonlicht. But also without sunlight. En we moeten in de juiste omgeving zijn. There needs to be a right environment. We hebben gelezen als het zaad op de stenen valt. We have read that when the seed falls on stones, dan zal het niet groeien en bloeien. It will not grow and flourish. Of en tussen het onkruid zal het verstikken. Or if it falls between wheat, it will also suffocate. Dus als er gebrek aan is aan die voorwaarden, so when there is a lack on these conditions, is er geen groei mogelijk. There's no possibility of growth. Of het is een hele moeizame groei. Or it will be a very difficult growth. En het kan ook afsterven. And that can also cause that it dies. Doordat de voorwaarden niet goed aanwezig zijn. Because these conditions are not in place. Nou, op geestelijk gebied is dat ook zo. And that's how it is also on spiritual area. Wij kunnen geestelijk ook groeien, bloeien en vrucht dragen. And on the spiritual level we can also grow, flourish and bring forth fruit. En dat begint bij onze wedergeboorte. And that starts when we are born again. En net zoals bij een natuurlijke geboorte. And just like in the natural process of the birth. Heeft de baby hulp nodig van zijn ouders. A baby will need the help of the support of the parents. Want een baby kan zichzelf niet voeden. Because a baby cannot give himself food, feed himself. Hij kan zichzelf niet aankleden. Cannot clothe himself. Hij kan zichzelf niet onderwijzen. And cannot teach him or herself. Daar heeft hij zijn ouders bij nodig. And that's where the child needs
the parents. En anderen. And others. Bij onze wedergeboorte is dat ook zo. And that's how it is also with our geestelijke wedergeboorte. Our spiritual word. Okay. Wij hebben ook geestelijke ouders nodig die ons helpen. We also need spiritual parents that will help us. Die ons voeden. That will nourish us. En die ons leren om op de weg van God te wandelen. And those they will teach us how to stay on the way of on Lord's way. Op die manier kunnen we allemaal gezond geestelijk opgroeien. And that in this manner we can all grow in a very healthy way. En God heeft in zijn wijsheid mensen geroepen. And God in his wisdom called for men, people. Hij heeft ze bekwaam gemaakt en hij heeft ze aangesteld. Capable and gave them the mandate. Ze worden pastors genoemd. And of they are herders. Called pastors or shepherds. En zij hebben de verantwoordelijke taak gekregen om de gelovigen te helpen groeien, bloeien en vrucht dragen. And it is their responsibility to help a believer to grow, flourish and bring forth. En samen met alle gelovigen. And together with all believers. Vormen zij het huisgezin van God. They are the house of. They form the house of God. De groei is dus een natuurlijk proces. So growth is a natural process. Maar er kan ook scheefgroei of afsterven plaatsvinden. But it can also have a curve in it, or it can also die. En dat is niet de wil en het plan van God voor ons leven. And that's not the what God wants for us. Daarom hebben de pastors als geestelijke ouders van de kerk. And that's why our pastors, as spiritual parents of the church, de verantwoordelijkheid gekregen van God. They have received the responsibility of God. Om alles te doen wat de gezonde groei van de gelovigen voortbrengt. To do all in what is possible to bring forth the healthy growth of the people. En daarbij krijgen ze steun van de leiders en de coördinators in de kerk. And they are helped and supported by the leaders and the coordinators of the church. Onderwijs. Education. Raad en advies. Advice and consultation. En prediking zijn het voedsel dat onze groei voortbrengt. And the word of God are those things that bring forth the growth in us. Maar dat alleen is niet voldoende om ons te laten groeien. However, that is not enough for us to grow. Er ligt namelijk ook een hele grote verantwoording bij onszelf. A very big responsibility lies with us. Groei zal namelijk alleen plaatsvinden. Growth will only take place als de voeding die we krijgen ook opgegeten wordt. If the nutrition, the food that we are getting, will also be taken accordingly. Wij moeten onze mond open doen en het voedsel naar binnen brengen, opkouwen en doorslikken. We have to open our mouth, eat the food, chew on it and make sure that it enters us in us. Dan moeten we zelf op gaan staan. And then we have to stand up by ourselves. En gaan wandelen op Gods weg. And walk on the path of God. We kunnen wel een helpende hand krijgen. We can get somebody to help us. Maar je moet zelf je voeten één voor één naar voren brengen. But you are the one responsible for making sure that you take the step. We moeten ook zelf het woord van God in ons leven toepassen. The word of God, we have to apply it to ourselves, in our lives. En dat lijkt gemakkelijk, maar dat is het niet. And that may seem simple, but it's not how it is. Denk maar aan vergeving. God wil dat wij degene vergeven die ons kwaad doen. Think about forgiving. It is God's will for us to forgive people that hurt us. En dat is niet gemakkelijk. And that's not an easy thing. En de Bijbel verwacht, of Jezus zelf heeft gezegd, van dat het niet één keer of twee keer of drie keer voldoende is om te vergeven. En Jesus himself said to us, that is not something you can do one, two, three times. Maar eigenlijk altijd. But it's something we have to do all the time again and again.
En dat is ook een proces. And that's also a process. Dat is een groeiproces. It's a process in growth. Want als wij kunnen vergeven, dan maken we onszelf vrij. Amen. Because if we are able to forgive, then we free ourselves. En dan moeten we ook het advies opvolgen dat ons gegeven wordt. And then we have to follow the advices that we that was given to us. Dat kunnen de pastors niet voor ons doen. Pastors cannot do that for us. Leiders en coördinators kunnen dat ook niet voor ons doen. Even leaders and coordinators are not able to do that for us. En zelfs God kan dat niet voor ons doen. And even God himself cannot do that wij for us. Wij moeten het echt zelf doen. It is something that we need or have to do by ourselves. Wij moeten de voorzieningen en kansen grijpen die God ons geeft. We have to take the provision and the chances, the opportunities God is giving us. Want de kerk is wel de plaats waar we als kinderen van God in een veilige en gezonde omgeving kunnen groeien, bloeien en vrucht dragen. Because the church is the right place for us to be able to grow, flourish and bring forth fruits. Maar we moeten er zelf actief aan meewerken, anders gebeurt er niets. But it is our responsibility to make sure that we actively work on those things, otherwise nothing will happen. Dan blijven we een baby. And then we will remain waarvoor gezorgd moet worden. A child for which has to be taken care of. En dan groeien we niet op. And then we will not grow. Dan staan we stil. We will stay on one place. Een stilstand is achteruitgang. And when you stand still, it means you are moving backwards. En dan bestaat er de mogelijkheid tot afsterven of afvallig worden. And there comes in that we have the risk to die. En dat is niet iets om naar te verlangen. And that's something we cannot long for. Ja. Or is it? Dus hoe kun je groeien in de kerk? So how can we grow in the church? Ik weet niet of u iets weet om op te schrijven, maar u kunt u misschien een paar punten opschrijven. Maybe you can write some of these things down. Punt 1 is door toegewijd leiderschap. Point 1 is to be dedicated to leadership. Onze pastors zijn volledig toegewijd aan hun roeping om ons te dienen. Our pastors are dedicated to dedicated for the call they have upon their lives to serve us. Hun hele leven staat in dienst van God. Their whole life is in the purpose of God. Ze zijn betrouwbaar en offeren gewillig hun tijd op om ons te helpen. They are reliable and they willingly offer their time. Ze staan ons graag bij met raad, advies en gebed. And they make sure when we need it, they give us advice and consultation. Maak daar dan ook gebruik van wanneer u dat nodig heeft. So when you need it, make use of it. En denk niet bij uzelf, ze hebben het vast te druk. And don't think by yourself they might be too busy to listen or to help. Nee, onze pastors hebben een onvoorwaardelijke en diepe liefde voor u en voor mij. Our pastor, they have an unconditionally love for you and for me. En het is hun verlangen dat wij geestelijk, mentaal en lichamelijk gezond zullen zijn. And it is their desire for us that we will spiritually, mentally and physically be healthy. En groeien in het plan van God voor ons leven. And grow in the plans of God for our lives. Dus dan luisteren we naar hen. So we listen to them. En we doen wat ze tegen ons zeggen en wat ze ons leren. And we do as they tell us and they teach us. Dat bewerkt een snelle geestelijke groei. That will make that's how we will grow faster in spiritual things. Amen. Punt 2. Point 2. Door medegelovigen. Through other believers. Onze broeders en zusters in de Heer zijn een belangrijk onderdeel van onze gezonde groei. Our brothers and sisters in the Lord are also part of our growth. Door in contact met hen te komen. By being in contact with them. Door met hen te praten. Having conversation with them.
door te horen hoe zij samen met God door moeilijkheden heen gaan. To listen to them how they pass through difficult times with God, having that relationship with God. Want u bent niet de enige met problemen, hoor. Because you are not the only one that has problems. Of wel? Or is it? Ik wel. Zijn er nog meer mensen met problemen? Are there other people with issues? Gelukkig, ik ben de enige niet. I'm happy I'm not the only one. En daarbij leren we om te gaan met onze verschillende karakters. And having that relationship with our fellow believers, we learn how to accept one another's character, each other's character. En dat kan soms niet prettig zijn. And that's not always nice. Maar dat mag ons niet doen weglopen van elkaar en van de kerk. But that cannot hinder us from walking away from the church or from one another. De Bijbel heeft daar ook iets over te zeggen. The Bible also says something about that. Laten we gaan naar Spreuken 27, vers 17. Let's go to Proverbs 27, verse 17. Zou je misschien de vertaling van het boek kunnen geven? Is dat mogelijk? Ja? Ja, die is beter. Zoals ijzer met ijzer wordt geslepen, zo scherpt de ene mens de ander. Juist door het omgaan met mensen die anders zijn dan wij zelf. By having a relationship with people that are different from us. Leren we onszelf beter kennen. We learn to know ourselves better. En we schuren de scherpe kantjes er bij elkaar van af. And that's how we sharpen one another. Is dat pijnlijk? And is that a painful process? Jawel. Of course. Is het nuttig? Is it needed? Ja, zeker. Of course. We worden er alleen maar mooier van, zachtmoediger en nederiger. Amen. We only get it humbles us and it makes us more weak. Dat zijn prachtige vruchten van de geest die de kans hebben om in ons te groeien. Those are beautiful fruit of the spirit that get rule to grow in us. En dat willen we toch? And that's what we want. Amen. Amen. Punt 3. Point 3. Door bij de diensten aanwezig te zijn. By attending the services. Elke bijeenkomst in de gemeente dient een ander doel. Every service in the church has a different purpose. Waardoor u groeien kunt. That makes you grow. Zoals de zondagsdienst. Such as the Sunday service, de gebedssamenkomst, the prayer sessions, de fellowship van mannen, vrouwen en jeugd, and the fellowships of the women, the men and the youth. Maar tegenwoordig zijn er heel veel gelovigen. But nowadays we have many believers. Die denken dat ze de kerk niet nodig hebben. They think they don't need the church. Dat ze thuis ook wel een goede christen kunnen zijn. And that they at home they can still be a good Christian. Ze blijven thuis en kijken naar de uitzendingen van verschillende kerken. And they stay at home and watch many services of different churches. Ze zijn allemaal lid van de pyjama kerk. And they are all member of the pyjama church. En waarom doen ze dat dan? And why are they doing that? Zo ontsnappen ze aan teleurstellingen in andere gelovigen. There's a way to escape the disappointment they had with other believers. Die zeker zal komen. Which inevitably will come. Ze hoeven ook geen verantwoordelijkheid te dragen. And they don't need to have any responsibility. Er is niemand die hen kan corrigeren. Nobody is there to correct them. Maar ook niemand om hen te troosten. But also no one to console them. Niemand die persoonlijk voor hen kan bidden.
And nobody who can personally pray with or for them. Niemand die mee kan leven met hen in vreugde en verdriet. And nobody that can share their happiness or their sadness. En het grote gevaar is. And the biggest risk. Dat ze bescherming van de kudde en de leiding van de herder missen. Is that they are missing out on the protection of the flock that a shepherd can give. Ik heb het regelmatig zien gebeuren bij deze gelovigen. I've seen it many times happening with these believers. Dat ze langzaam maar zeker het vuur en de liefde voor Jezus verwisselen voor dat van de wereld. That they slowly but steadily lose or exchange their happiness for God, Jesus for the world. Ze zijn als een vurig kooltje dat uit het vuur rolt en langzaam afkoelt. They are just like a small coal that is on fire, that rolls out of the fire and then slowly dies. Verlangt u ernaar om te groeien, te bloeien en vrucht te dragen? Do you desire to grow, flourish, dat, and to bring forth fruits? Dat vereist van uw kant een bewuste keuze. If you are, it asks, it requires from you conscious decision. U zult er moeite voor moeten doen en volharden. You have to do something for it and endure. Ja, er is een prijs te betalen. Of course there is a price to pay. En als Jezus bij ons op de eerste plaats staat, is dat niet moeilijk. But if we put Jesus on the first place, it will not be this difficult. Als wij voor hem alles en op elk moment alles opzij willen zetten, zullen we vanzelf gaan groeien, bloeien en vrucht dragen. If we are willingly and choose to put everything aside for him, then we will grow, flourish and bring forth fruits. Ik wil ook even lezen in Hebreeën 10, vers 25. Let's go to Hebrew chapter 10, verse 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals dat bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Die grote dag, welke dag is dat? That day, the big day. Which day is that? Dat is de dag dat Jezus terugkomt om ons op te halen. That's the day that Jesus will come back to come and get us. En als ik zo rondkijk in de wereld, denk ik, hoeft niet zo lang meer te duren. When I look around me in the world, then I think it doesn't have to be or take this long. Het is zo belangrijk dat u in de wil van God blijft. So it is this important that you stay in the will of God. Zodat u straks mee kan. So that you can go with Jesus. Amen. Amen. En we kunnen ook zijn zoals zoals David. Die kunnen we als voorbeeld nemen. Want die zei, ik ben verblijd wanneer ze mij zeggen, we zullen naar het huis van de Heere gaan. Or we can look at David and take an example from him. When he said, I am rejoiced when they told me, let us go to the house of the Lord. En ergens anders zegt hij, want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. And he also says, one day in your court is better than 1000 elsewhere. En hij staat liever op de drempel van Gods huis dan dat hij in de wereld moet blijven. And he said, he chooses to be at the door of God's house than be in the world. Amen. Punt 4. Point 4. Door leergierig te zijn. By having a curious mind, wanting to learn. We moeten verlangend, hongerig en dorstig zijn naar de kennis van het woord van God. We need to be hungry and thirsty for the word of God. Dus gaan we naar de seminars die in onze kerkagenda staan ingepland. So we attend the seminars that are scheduled in our church agenda. Want daar wordt nog veel dieper ingegaan op verschillende onderwerpen.
Because there is when we go deeper in different kind of topics. Wat we ook kunnen doen is ons aanmelden voor de Bijbelschool. And what we also can do is make sure we register for the Bible school. Want die legt een stevig fundament in ons christenleven. Because that Bible school will give us a strong foundation in Christ. Want daar leren we hoe het is om een discipel te zijn. Because there it is where we learn how to be discipled. Hoe we een ware discipel van Jezus kunnen worden. How we can be a true disciple of Jesus. Daar gaan we onze gaven en talenten ontdekken. And there it is where we will discover or get to know what our gifts and talents are. En het plan van God voor ons leven. And what the plan of God is for our lives. En dan leren we ook om als een volwassen christen de wereld in te gaan. And then we learn how to go into the world as a mature Christian. En hoe we daar een verschil kunnen maken. And how we can make a difference. In de levens van anderen. In the lives of others. Als u geïnteresseerd bent. If you are interested. En dat hoop ik. And that's what I'm hoping for. Dan kunt u na de dienst naar mij toe komen. Then you can come to me after this sermon. Amen. Amen. Punt 5. Door de gastsprekers. Point 5. Van gastsprekers. Yes, by the guest speakers. Van tijd tot tijd komen er gastsprekers die door onze pastor worden uitgenodigd om te spreken over een specifiek onderwerp. From time to time, guest speakers comes here invited by our pastor to talk about specific topics. En dat gebeurt biddend. And that is that's done prayerful. Hij wacht op wat God zegt en hij maakt niet zelf een keuze. He waits on God on what he says and the choices doesn't come from him. Dus niemand staat hier op het platform omdat pastor hem gekozen heeft, maar omdat God gekozen heeft. So nobody stands here on this platform because a pastor chose him, but God chose him. Het kan zijn dat ze heel sterk zijn in bepaalde gebieden. And it can be that they are very strong on some levels. In zalving, in talenten, gaven. In talents, in gifts. En die kunnen zowel van buiten als vanuit binnen de kerk komen. And those can come from outside or inside the church. En niet iedereen spreekt zoals onze pastor. And not everybody speaks like our pastor does. Er zijn heel veel verschillende sprekers. There are very, very many diverse speakers. Maar we kunnen van elke spreker leren en ontvangen wat God voor ons heeft. But from every speaker we can learn something and receive something from God. We moeten dus zeker niet wegblijven wanneer onze pastor niet degene is die voorgaat. So that's the reason why we should not stay away when it is not our pastor daarmee, that is bringing the sermon. Daarmee doen we hem, onszelf en het huis van God tekort. That's why we don't help ourselves, we don't respect him and the house of God. Punt 6, door zelfstudie. Point 6, self-study. Bij vrijwel elke dienst worden opnames gemaakt. In almost every sermon or service, they are being recorded. En die worden onder andere geplaatst op Facebook en op YouTube. They are placed on Facebook or either on YouTube. En als je niet weet waar je dat zoeken moet, dan kun je anderen vragen. And if you don't know how to find those recorded messages, you can ask someone. Dat is omdat we het meeste leren door herhaling. Because we learn the best by repeating. Dus het is heel goed en raadzaam om meerdere keren eenzelfde boodschap te beluisteren. So it is good and advisable to listen multiple times to the same sermon. Daarmee verhogen we onze kans op groei. And that's how we enhance our growth. En inzicht en het kennen van God. And our insight and the knowing of God, our knowledge about God. De Bijbel zegt in Hosea 4, vers 6. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. The Bible says in Hosea chapter 4, verse 6. My people lack of knowledge. Dat is verschrikkelijk. My people
Gods kinderen die verloren gaan omdat ze niet genoeg kennis hebben. God's people, God's children that are dying or perishing because they do not know the word. Het is ontzettend belangrijk dat wij het woord van God lezen, bestuderen en toepassen in ons leven. So it is very important that we read the word of God, study it and live by it and grow by it. Dat zorgt voor een snelle geestelijke groei. It makes sure that we grow spiritual. En het is een goede bagage voor de rest van ons leven. And it is a very good to have that knowledge for our further lives. We zullen niet snel misleid kunnen worden als het woord van God in ons is. If the word of God is within us, we cannot be misled easily. Hoe kun je groeien in de kerk? How can you grow in the church? Door een ontmoeting met God te hebben. By encountering God. Hebben wij vanmorgen geen ontmoeting met God gehad? Didn't we experience an encounter with God this morning? Een ontmoeting met Hem laat noden en problemen wegsmelten. An encounter with God melts away needs and problems. En er is niet zo goed om te ervaren zijn liefdevolle nabijheid. And it is. Het is niet zo goed als het ervaren van zijn liefdevolle nabijheid. Oh, there's nothing better than experience His presence. Wanneer de Heilige Geest ons hart vervult, is er geen plaats meer voor bezorgdheid of angst. When the Holy Spirit fills our heart, there's no room for anxiety and fear. Hij vult ons hart met liefde, met blijdschap, met kracht en met vertrouwen. He fills our heart with love, with happiness and power. Wat kun je doen om een ontmoeting met God te hebben? And how can we encounter God? In de kerk. In the church. Bid voor je naar een bijeenkomst gaat. Pray before you attend a meeting. Vraag God om je hart en je geest voor te bereiden op het woord dat gesproken wordt. Ask God to prepare your heart, your spirit and mind for receiving the word. Zodat je kunt ontvangen wat God jou die dag wil geven. And receive that which God wants to give you. En kom ruim op tijd naar de dienst. And be on time in church. Wanneer we ruim op tijd aanwezig zijn, kunnen we in alle rust nog even onze Bijbel lezen en ons hart en gedachten focussen op God. When we are on time in church, then we can settle down and read our Bible and focus on God. Amen. Wees op God gericht. Focus on God. Groet degene die naast je zit, maar ga er geen gesprek mee aan. Greet the one sitting next to you, but do not enter into a conversation. Dat kan na de dienst gebeuren. That is something you can do afterwards. Met een kopje koffie of thee. With a cup of coffee or tea. Doe met alles mee. And participate in all that is done. Wanneer we pas na de lofprijs en aanbidding binnenkomen of halverwege, dan missen we een belangrijk moment waarin we God kunnen ontmoeten. If you enter the service while the praise and worship is being done or while the sermon is ongoing, you miss a crucial part of what God wants to do. En dan hebben we een hele mooie kans voorbij laten gaan. And that's why you lose the opportunity. Dus zorg dat je niets mist van de lofprijs en de aanbidding. So make sure you never miss the praise and worship. Geef je eraan over. And just give yourself. Sing de tekst voor God. Sing those texts for God. Niet voor je naaste en niet om je mooie stem te laten horen. Not for the one sitting next to you or to showcase your beautiful voice. Klap in je handen, dans voor God. Hef je handen op tot Hem. Clap in your hands, dance for God and raise your hands to Him. De Bijbel leert ons dat wanneer wij dichter tot God naderen, dat Hij tot ons zal naderen. The Bible teaches us that when we draw near to God, He draws near to us. En bovendien troont God op de lofzangen van zijn volk.
And God loves to sit on his throne when we bring praise and worship. Wanneer onze lofprijs vanuit ons hart opstijgt. And when our praises coming from our heart goes up. Dan zal de heerlijkheid van God in ons midden neerdalen. Then the presence of God will come down. Is er een gebedsoproep? Wacht dan niet, maar ga naar voren. If there is an altar call, just don't wait, but come to the front. En ontvang wat je op dat moment nodig hebt. And then receive what you need for that moment. En maak contact met anderen. And make contact with others. De gemeenschap der heiligen is ook een belangrijk onderdeel van wat we kunnen doen om te groeien in de plaatselijke kerk. The fellowship with saints is also needed to grow in the local church. Na de dienst hebben we gelegenheid om contact te maken met onze broeders en zusters. And after the sermon we have the opportunity to have fellowship with our brothers and sisters. Met een kopje koffie of thee kunnen we nader kennis maken met elkaar. And with a cup of coffee or tea we can get to know each other better. Onze banden verstevigen. And make sure that our relationship grows. En vragen naar elkaars welzijn. And require after each other's well-being. Dan kunnen hele mooie vriendschappen uitgroeien. Can bring forth very beautiful friendships. Hoe kun je groeien in de kerk? How can you grow in the church? Ik hoop dat ik vandaag het een beetje duidelijk heb kunnen maken. I hope that today I have clarified a bit. Het allerbelangrijkste om te onthouden is dat het Gods wil is dat wij ons voegen in zijn plan voor ons. The most important thing is that we can that God can add to us in his plan. Dat plan is dat wij groeien, bloeien en vrucht dragen. And the plan is that we grow, flourish and that we bring forth fruit. Samen met onze broeders en zusters in het huis van God. Together with our brothers and sisters in the house of God. Als laatste. Finally, Jezus zei tegen zijn discipelen: volg mij. Jesus said to his disciples, follow me. En zij lieten alles los voor hem. And they dropped everything. En in 3 jaar tijd groeiden ze uit van vissers tot apostelen. And in three years time they grew from fishermen to apostles. Amen. Laten wij daarom ook onze eigen plannen en meningen maar loslaten. Let us then therefore let go of our own plans and our opinion. En onze plaats in Gods huisgezin innemen. And take our place in God's house. Zodat we kunnen groeien. So that we may grow. Bloeien en vrucht dragen. Flourish and bring forth fruits. Amen. Amen. Tijd om te groeien. It's time to grow. Tijd om te groeien, broeders en zusters. It's time to grow. Halleluja. We gaan de dienst sluiten met de proclamatie en gebed. We will close the service with our proclamation and prayer. Vergeet niet inderdaad, het woord van God zegt, kom dichter bij mij. And do not forget that the word of God says, draw near to me. Zodat ik dichter bij u kan komen. In order that I can draw near to you. En daarin is er groei. And there where growth will take place. Amen. Amen. God is een goede God. God is een goede God. Elke dag opnieuw. Amen. Every day again. In goede en slechte tijden. In good and in bad times. Hij is goed. Amen. Hij is goed. Halleluja. Amen. Halleluja. We gaan even bidden. Laten we gaan bidden. Laten we afstaan. Let us stand, please. Er is zoveel om voor te bidden. There's so much to pray for. En dat je de wereld ziet tegenwoordig. Er is zoveel voor te bidden. When you look around us in the world, there is so much to pray for. En we gaan bidden.
And we will pray. We gaan bidden voor onze voorgangers die op een missie is. We are praying for our pastors that are on a mission. Laten we bidden dat ze veilig thuis zullen komen. And let us pray that they will return back safely. En dat God hen heeft gebruikt met kracht, met moedigheid en met een grote zalving daar in Italië. Amen. And God use them with power, boldness and a very big anointing in Italy. En laten we bidden voor ons allemaal zelf. And let us pray for ourselves and our household, our family. En voor de komende week. And for the upcoming week. Dat we met kracht ook de wereld in zullen gaan. That we will be empowered to go into the world. Op onze werk. At our work. School. At school. Op je zaken. Or in your business. Wat je ook gaat doen. Whatever you will do. Vertrouw. Just trust. De Heilige Geest is met ons. The Holy Spirit is with us. Begin je stem op te helpen. Begin iedereen mee te geven. Halleluja, Vader, in de naam van Jezus, Heer God. Heer, we komen voor u terug en we danken u voor deze dag, Heer. We danken u voor deze dag van genade, Vader. Dank u voor uw tijd, Vader. Dank u, Heer, voor uw goede tijd, Vader. Dank u voor de zalve, dank u voor het woord, Heer. Dat gesproken is deze morgen, Vader God. Heer, leid ons, Vader God. Heer, we brengen onze voorgangers voor uw troon, Vader. En die kan Jezus. De vruchten van uw geest in de naam van Jezus, Heer. Meer van uw kracht, meer van uw liefde, meer van u in ons leven, Vader God. Heer, we stellen ons open op, Vader God, deze morgen, Heer. Om meer en meer van Vader, om meer en meer te kunnen groeien, Heer. Dank u, o Vader God, voor alles wat u doet in ons leven, Heer. Dank u, Heer, voor de wereld van buiten, Heer. Dat we Heer moeten strijden voor uw Vader. Heer, ga uw gang. Dank u, gang in ons leven. Deze week heeft ons kracht, Heer. Heer, we proclameer uw woord. Uw woord is sterk en krachtig, Heer. Als ik uitga, dan zal nooit tegen voor uw keren, Vader. Dank u, Heer. Dank u, Heer, voor alles wat u doet. In ons alles van leven, Heer. Halleluja. Halleluja, in Jezus' naam. Amen. En ik declareer dat geen wapen dat tegen u gericht is deze week, zal niks uitrichten. En geen tong dat tegen ons opstaat. We vernietigen elke gesprek van de vijand. Amen. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Laten we onze proclamatie doen. Halleluja. 1, 2, 3, go! Waar ik loop, de prachtig in Korea, zegt de Lord, God of peace and God of evil, to give me a good acceptance. Amen. En nu in het Nederlands? 1, 2, 3, ga! Ik heb de dagen van vrede en niet van kwaad. Amen. Ik heb de Heer een klap af.